overwinning te pakken. Maar dat kan niet als er wel tegenstand is. De grootste tegenstand kan hij verwachten vanuit baan 2. Keenan Blake. Goed weg. En Labron, die heeft de atleet Jeff Tesselaar in baan 6 al opgeslokt. En waar loopt Keenan Blake? Ook die is de man in baan 3 voorbij. En Labron, die loopt goed door. Labron Hamidou. En wie komt van die twee dan het eerste uit de bocht? Ja, hij heeft toch echt de, denk ik, de langste adem. Of komt het toch bij Keenan Blake? Het is Labran Hamidou. Keenan Blake op de tweede plaats. En Daan Kneppers lijkt derde te worden. En de tijd.